Christiaan Schreuder, geslaagd voor het gymnasiumdiploma. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wanneer wist je dat je geslaagd was? Ja, officieel vandaag, iets na negenen. Maar toen bekend werd dat de examens niet doorgingen, toen had ik eigenlijk al een beetje uitgerekend dat ik niet echt meer kon zakken. Dus eigenlijk begin midden maart. Zo. Er zijn mensen bij die zeggen, ja, is de diploma dan waard wat het waard zou moeten zijn? Ik vind van wel. Ik vind het in mijn geval iets representatiever, omdat ik nu alleen een rapportcijfer heb op basis van mijn schoolexamens. Daar heb ik 3 jaar over gedaan. En anders zou ik ook nog een centraal examen hebben waar je 3 uur over doet, en dat telt dan wel voor de helft mee. Ja. Dus ik vind 3 jaar vind ik net iets eerlijker dan 3 uur, maar ik vind het eerlijker misschien. We zitten in de coronaperiode. Je hebt een coronaclip opgenomen met een liedje, de melodie van ABBA. Hoe ben je op dat idee gekomen en hoe heb je het uitgewerkt? Ja, het was de week dat bekend werd dat er geen examens meer waren. En ik ben altijd wel een beetje bezig met liedjes maken. En melodieën bedenken, dat doe ik dan niet. Maar tekst ergens opmaken, dat vind ik wel erg leuk om te doen. Bij die nooit een eindexamen hebben gedaan. Wij zijn vrij, hoeven niet te studeren. Zijn verlost van ons bureau. Wij krijgen ons diploma haast cadeau. En zakken kan niet meer, dus zing ik steeds maar weer. Geef me nu snel mijn diploma. Zonder de examens, maar alleen dat papier. Dat dit zomaar kan, ja dat komt door corona. Ik ben zo gelukkig, geef dat plaatje maar hier. In de tussentijd heb je ook nog andere dingen gedaan. Je hebt voor de NOS gewerkt. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb gevlogd voor NOS Story. Ik heb ook de hoodie aan. Ik ben een en al propaganda hier. Ik heb gevlogd voor de NOS, voor op Instagram en op YouTube. En er komt ook een documentaire van, ja, over de vervallen eindexamens en hoe dat is voor de leerlingen. Wat was dat voor een ervaring om daar bij die NOS te werken? Ja, dat was heel leuk. Dat was heel bijzonder. Het was ook een hele andere tak van sport. Ik maak soms wel eens filmpjes, maar dan niet echt om te vloggen. En ja, vloggen, ik vond het in het begin heel moeilijk, maar het ging me later wel iets beter af, hoop ik. Ja. En ik vond het een feest om te doen. Het was hartstikke leuk. Wat voor beeld kreeg je nou over die coronaperiode en scholieren met hun eindexamen? Ik dacht eerst, dit wordt een hele moeizame tijd, heel vervelend, heel irritant. En in het begin was dat het ook wel een beetje, dat zag je dan, dat je dan online les had en dan zag je je vrienden opeens niet meer echt, je docenten niet meer. Maar we hebben gewoon contact gehouden, veel gebeeldbeld, dus toch via webcams verbonden blijven. Minister Slob die zei het heel treffend, jullie hebben in deze coronacrisis meer geleerd dan examenklassen voor jullie. Dus leuk. Ja. En vanavond de klap op de vuurpijl. Want waar zit je vanavond? Ja, ik mag vanavond met een groepje van de examenklas van 2020 naar de talkshow van Margriet van der Linden, naar M. Leuk. Ja. En hoe laat wordt het live uitgezonden? Dat is van 7 tot 8, als ik het goed zeg. En op NPO 1. Leuk. En wat gaat ze met jou bespreken, denk je? Ik weet niet per se wat ze allemaal gaat bespreken. Ik gok dat het gaat over de eindexamens, omdat vandaag de dag is dat gevlacht mag worden. Ja. Dus daar zal het ongetwijfeld over gaan. Ja. Eventjes, je hebt je diploma gehaald. Wat ga je hierna doen? Ja, dat is de hele grote vraag. Ik ben auditie aan het doen voor muziektheater, maar dat zijn audities, dus dat is onzeker. Daar hoor ik volgende week de uitslag van en hopelijk studeer ik dan muziektheater. En anders heb ik nog opties openstaan voor de vooropleiding muziektheater of de Academische Pabo in Rotterdam. Ten slotte, het feest is anders dan anders. Wat mis je eraan? Het meest mis ik. Ik heb al een beetje gehoord over hoe de diploma-uitreiking gaat zijn. Maar ik mis het wel dat we dat niet met z'n allen kunnen doen. Met de hele groep. Dat je dus verdeeld bent over een dag. Dus dat je ook niet met iedereen samen bent. Dat mis ik wel een beetje. Ja.